Tigo, welkom. Robert, fijn om hier te zijn. Ik vind het heel leuk dat je er bent. Ik vind het een grote eer. Ik vind het heel leuk. We hebben elkaar natuurlijk laatst bij televisie ontmoet. Ja. Um, en toen dacht ik gelijk, het volgende seizoen wil ik heel graag Tigo voor me in de stoel hebben. Dat tof. Ja, ik kwam jou tegen. En de eerste dat ik tegen je zei dat ik verliefd op je was. Ja. Gewoon als mens. Wat lief. Ja, ik vond jou zo geweldig in de expeditie. Kijk je dat altijd? Ja. Ik zou er zelf nooit aan meedoen. Nee. De producent van het programma die ken ik goed. Uh, en die vroeg me ieder jaar. Maar ik weet de verhalen van de mensen en, um, en hoe heftig het is. En ja. ik, ik, twee dagen zonder eten, weet ik niet wat er zou gebeuren. Wat, van, wat, wat <laughs> voor versie <de professie laughs> er je van jezelf dan tevoorschijn zou ja, komen. Ja, ja, maar ik vond jou daar zo jezelf. Tenminste, zoals, ik, zoals, zoals je daar naar voren komt en zoals ik je ook zie in het programma's en als ik je zie wat je zelf maakt. Ben je echt niet veranderd of zo? En dat vond ik zo mooi daar, want het is daar nogal een gevecht. Ja. Dus dat vond ik, daar, daar was ik zo meteen gek op jou. Lief. Dat moest ik ook tegen je zeggen toen. Ja, dat ja. vond ik heel lief, vond ik heel lief. Um, nou, er liggen een aantal kaartjes, maar goed, je mm. had er iets van gezien, daar hadden we het over gehad. Dus uh, ik begin altijd. Ja. En dan uh, gaan we om en om. Oké, okay. spannend. Top. Wat is de mooiste rol die je ooit hebt gespeeld? En wat is de droomrol die jij nooit kreeg? Uh, ja, dat blijft toch van God los, de film. Um, dat was een soort samenkomen van acteurs die elkaar zo ontzettend begrepen: regisseur, producent, cameraman, geluidsman. Uh, zelfs de editor die later geëdit heeft. Alles kwam zo. Bij elkaar. En het was een soort omslag in de filmwereld. Het was nooit, het was nooit geloofwaardig om een man uh, met een pistool rennen door het beeld um, uh, mensen af te zien schieten. Uh, het, is, het, was, het is een hele heftige film. Ja. Uh, tot die, het was wel een soort omslagmoment in de Nederlandse film, uh, merkte ik, want daarna kon het wel ineens. Um, en ik heb er ook een gouden kalf gekregen, niet daarom, maar dat, dat respect is alleen maar tof. Mm -hmm. Maar ik word er altijd een beetje verdrietig van, omdat ik dan denk... ...oh god, ik, daarna heb ik dus eigenlijk nooit meer dat aan kunnen raken of zo. En ik was toen pas 28. Is het dus dan dat... ook een, een, een project voor jou geweest waar je dan het... ...als je er dan van alles wat je hebt gedaan, en je hebt heel veel gedaan... Ja. ...is het dan ook het project waar je van denkt, daar was ik ook op mijn best of... of... Nee, nee, gek genoeg niet, want als ik het zie... Dan... Ik, ik kijk maar één keer een film terug als ik iets maak. En dat is meestal op de première. En stiekem loop ik dan vaak ook nog eens weg tijdens de première... omdat ik denk, ja, maar er zit alleen maar première-publiek. Dus die, die reageren heel anders. En ik vind het dan heel spannend om... als de film uitkomt met een hoodie op achter in een zaal... Eh, echt te luisteren en te horen wat mensen ervan vinden. En, en dan hoor je het echte publiek. Um, um, maar... Um, ja, het blijft me pijn doen omdat het. Omdat, sorry dat ik daarop daar terugkom, maar, maar dat je dus niet meer mag of zo. Dat, dat ik dacht: maar hoe kan dat dan? Waarom mag je niet, mag je niet zoiets nog een keer maken? Er worden heel veel, weinig van dat soort films gemaakt. Tegenwoordig ietsje meer. Um, en ik mis bart Jan altijd, mijn tegenspeler. Dat is mijn grootste vriendje. En met z'n tweeën dat te mogen spelen en dat te doen, dat, is, dat, is, um, dat was zo mooi. Maar dat gevoel heb je dus eigenlijk nadat je van God los deed in 2000, Toen was je 28. Ja. Dat gevoel is daarna nooit meer gekomen bij een project? Nee. Nou, ik heb net Ferry de serie gedaan, moet je zeggen. Yeah. Uh, voor Netflix. Yeah. En dat heeft wel weer iets bij me geopend. Dat springt ik toevallig ook voor van Een maand van van Mortelbaan. Dan heb ik mezelf helemaal opgepompt, 4 kilo zwaarder. En een leren broek aan en uh, ik, heb, uh, ik heb van die crowns in en, yeah. en, en uh, bruine lenzen. En daar heb ik wel, volgens mij, voor het eerst dat ik daar het gevoel, ook met Frank Lammers samen, dat ik dacht van, wow, ik raak het weer aan of zo. Ik mag weer, ik, ik mag dat doen. Het is niet leuk om iemand heftig te spelen hoor, dat is best wel lastig. Maar je krijgt het wel vaak als rol aangewezen. Ja, he? maar ik hoef, ik heb gewoon een... Ik heb zo, ik heb heel snel een boeventronie. Als ik met een kind in mijn armen loop, denken volgens mij heel veel mensen die in de bioscoop zitten... wanneer gaat dat kindje eraan? Wanneer gaat dat kindje eraan? En ik mag wel andere rollen spelen hoor. Die komen ook voorbij. Ik heb net, nee, helaas nee, moeten zeggen op een film... dat ik ook even gewoon nu even rust voor mezelf moet nemen en, en daarna weer ga knallen. Wat je net benoemde van ik, 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 ik doe nu even uh, rustig aan. Hmm. Wat, 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 wat kan je daarover zeggen? Uh, ik merk wel dat, dat de, al die heftige rollen heel veel me gedaan hebben ook. Uh, dat komt toch wel binnen. Ik vind dat iedereen een personal trainer en een, uh, en een coach moet hebben in zijn leven, denk ik. Dat zou heel erg goed zijn. Dat is heel Amerikaans, maar in Nederland is dat nog steeds een beetje van ja, een psycholoog. Of een... Mm -hmm. uh, maar mijn psych zei wel tegen mij... Uh, je speelt zo met je buik... En als jij als als een bodyhit zou hebben, dat is zo'n dingetje waar bloed uit komt en ik sta echt op jou en ik schiet. In dat moment ben ik zo ingeleefd in mijn rol, dat dat moment wel heel even waarheid is of zo. En ze zei: dat zijn toch allemaal wel misschien wel mini-traumaatjes wat je ook een keer moet loslaten. Dus dat, dat zit wel in me ergens of zo. Niet dat het bij je blijft en ik wil niet zielig doen en ik, ik ga gewoon meteen daarna uit mijn rol en we doen het nog tien keer. Maar het doet wel wat met je. En ik heb gewoon in 35 jaar zoveel gemaakt. Ik soms denk ik jeetje, ik heb echt, ik heb meer dan 200 producties gedaan. Dat is best wel veel. Maar merk je dan nu bijvoorbeeld op dit moment dat je gewoon even op bent? Nee, nou, de eenzaamheid is ook denk ik wel een ding. Wonen op hotelkamers voor de helft van je leven. Um, ik heb twee jaar voor Netflix een serie gedaan in Budapest. Ja, je hoeft ook niet echt nieuwe vrienden daar te zoeken. Je komt wel mensen tegen waar je het leuk mee hebt. Maar er zit ook heel veel eenzaamheid bij. Ik ben iemand die heel erg de script zo tot me wil nemen. en dan liever dat doe dan met een vriend uit eten gaan. Want ik wil duizend keer, duizend keer, duizend keer, duizend keer herhalen. Dus dat, dat is misschien ook wel een stukje eenzaamheid. En ik wil. Ik merk dat ik in die 35 jaar heel veel liefde om me heen heb laten liggen. En die wil ik wel voelen. En doe je dan liefde in vriendschappen, liefde in de, liefde in de woord van een partner? Ook. Ik ben er wel aan voorbij gelopen, ja. Ook aan het feit of ik als een meisje waar ik mee had een kind zou willen of zo. En zei ik van ja, dat vind ik heel erg tof. Maar voor mij hoeft het niet zo, want ik, als ik een film ga doen, dan ga ik mijn passie achterna. En, en ik hoef nu nog geen kindje, maar nu ben ik op een leeftijd dat ik denk, shit... Was het maar zo. Dat kan. Maar ik heb, wel, ik, ik heb nooit mijn werk gezien als werk, alleen maar mijn passie. Maar het is soms heel lastig om je passie achterna te gaan. Want dat, dat, dat kan ook de overhand nemen. Dus dat heeft er misschien ook wel mee te maken. Zijn dat dingen, als je daar met, met, met terugwerkende kracht over terugdenkt, dingen waar je, die je nu anders had gedaan? Met de, met de kennis van nu? Bijvoorbeeld zo'n kinderwens, de liefde. Ja. Ik denk wel dat ik, dat ik bij iemand had kunnen blijven als ik daar aan terugdenk. Misschien wel twee mensen in mijn leven, twee vrouwen in mijn leven waar, waar, waar ik misschien nog wel bij had willen blijven. Dat zijn, dat zijn in je hoofd nu twee specifieke vrouwen waar je van denkt? Ja, waarvan ik denk, ja, ja dat, dat, dat was zo'n match, dat was zo fijn. Maar ik heb altijd, altijd het werk boven die liefde gezet. Het voelde alsof die passie die liefde was voor mij. En dan ga je aan dingen voorbij. Ik bedoel, ik was nooit op de verjaardag van mijn moeder. Nooit op kerst, want dan was het dubbel kerstje en dan stond je ergens in een vette kerstshow dingen te doen of eh, een paasdiner of een... Dat, dat, mis, dat kan ik wel missen nu. Ja, dat, dat is iets waar ik nu ook wel weer voor wil gaan. Is er dan, uh, zit daar dan een stukje uh, spijt? Echt spijt? Nee. En je zegt dus van: dat, dat is nu voor jou een focuspunt, daar je meer op focussen. Gaat dat dan gepaard met het stapje terug doen, nu even in het spelen? Ja, ja. En meer naar mezelf kijken. Niet altijd maar kijken hoe ik mijn rol neer moet zetten, hoe ik die gast kan zijn en mijn lichaam aanpassen. Ik ben wel een acteur die ook. Alles aanpast. Het is niet dat ik een jasje aandoe en mijn haar even kap. en um, ik ga een ander loopje doen. Ik wil een andere taal. Ik wil een ander inborstgevoel. Ik train me op of ik laat me juist magerder worden. Of ik doe zoveel om te committeren aan een karakter. Um, dat ik mezelf daar wel eens in verlies. En, en dat is nu fijn dat ik, dat ik dat nu even niet hoef te voelen. Hoe ziet dat zelfverliezer er dan uit bij jou? Nou, ik ben wel eens ver gegaan voor rollen. Dat, 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 dat ik bijvoorbeeld een week niet ga eten. En dan denk ik oké, okay, ik ga proberen elke dag niet te eten. om In de rol van Baantje bijvoorbeeld. Die ik samen met Waldemar deed. En Waldemar is nogal een brede gast. En ik speelde. We speelden eigenlijk het, 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 de prequel van Baantje, um, de serie die ooit gekomen is. Um, en ik wilde echt een ratje zijn die uit Amsterdam kwam en die een beetje wegviel in de menigte en een beetje... En dan was ik echt was ik zo mager en fel overbeen. been, dan, dan, doet het, dan ga je jezelf ook pijn doen als mens. En dat is niet zo handig. Ik merk nu dat ik ook denk van, ik, je kan het ook op andere manieren aanpakken. En die, 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 die vorm wil ik gaan vinden. Dat ik niet te veel van mezelf weggeef aan, aan, uh, om iets anders te kunnen spelen. Dus Tigo, Tigo als mens, als vriend, als, als zoon, meer op één? Ja. Ja, en misschien, ik zou heel graag. Ik vind televisie maken het leukste wat er is. Wat jij bijvoorbeeld nu doet. Um, ik heb documentaires al gemaakt met mensen. Dat je, de, dat je de interesse in mensen. en waar, waar ligt je verdriet of waar ligt je kracht of waar je ligt je. Um, ik vind televisie maakt het leukste wat er is. In plaats van films, wat heel raar is, omdat ik zoveel films doe. Ja. Uh, maar het, het, tijdens het film, het, als je een serie maakt of een, een televisieprogramma. dat zijn niet de meest. Uh, dat zijn niet uh, de cameramensen die zeggen ik ben de beste. Wat je op een film zet wel hebt. De geluidsmensen ook niet. Het is we willen met 80 met man. willen we anderhalf uur hele leuke televisie maken. En dat geeft zo'n goed gevoel. dat ik dat het liefst eigenlijk zou doen. Maar ja, ik ben acteur. En ik wilde eigenlijk zanger worden. Yeah, yeah, I'm gonna come I'm Yeah, yeah. <laughs> yeah. Nou, dat heb ik even gedaan normaal zinger. Dat um, was wel heel goed klonk. Ja, dat, ik kan ook zingen. Alleen ik had het probleem dat ik uh, Guusje Nederos was ook een vriendin van me. Die ging toen met hem. En ik weet nog dat hij dat ik ook aan het zingen was met mijn coverband. Uh, we hadden optredens en uh, door het land ook. En toen werd hij bekend met Let It All Just Rain On Me en toen dacht ik van ja, maar ik ga hier niet nu een soort kopie, want wij zingen behoorlijk hetzelfde. Dat ik dacht, dat moet ik gewoon niet doen. En ik was al zo ver met acteren, ik dacht, dan ga ik, dat, dan ga ik daar gewoon in los, dan is dat mijn ding. Ja. Maar dan mis je wel het live en, het, en dat is met televisie ook, dat publiek eromheen, dat gezellige, dat fijne, dat als je opkomt... Bij, in het theater, dat klinkt heel stom, als je in Nederland in het theater opkomt zitten mensen echt zo, Nou, laat maar zien, ik ben benieuwd. Ja. Terwijl als je gaat zingen zit iedereen al helemaal klaar om, ja. die willen uh, hebben. Ander soort sfeer. Ja, totaal ander soort sfeer. Mooi. Jij mag. mag uh, ik? Jij mag het kaartje pakken. Vind jij jezelf een goede acteur of zit daar iets van angst of schaamte achter? Uh, nou, ik heb natuurlijk al heel lang niet meer geacteerd. Ik ben natuurlijk begonnen met acteren ja. als uh, jonge jongen. En uh, ik denk dat ik na Spangas, toen was ik 21 of zo, heb ik niet meer gespeeld. Uh, en dat is ook iets wat ik nu sinds een jaar, anderhalf jaar weer heel erg mis. Wat jij bijvoorbeeld net zegt van, oh ja, dan ben je op een gegeven moment, ga je dit doen en dan. Wordt dat je focus of zo? Dat heb ik natuurlijk nu met alles wat ik nu doe. Dat ik denk: oh ja, dat is nu mijn pad. Maar dan kan ik acteren wel heel erg missen. Want ik vond dat wel echt ja. waanzinnig leuk om te Hoe doen. Hoe lang heb je dat gedaan? Nou, ik heb dan twee jaar die school gedaan. Uh, acteeropleiding. En uh, ik denk dat ik begon op mijn. 15, maar goed, dan ben je nog op school en dan mag je een beperkt aantal dagen, 14, 15 of zo. Dus ik heb dat. En toen op een gegeven moment twee jaar spangen. Maar dat is echt een soort van bijna een kantoorbaan. Want het is gewoon van maandag tot vrijdag. Mm -hmm. Is dat draaien. Um, dus nee, ik merk nu weer dat ik dat weer heel leuk zou vinden. Alleen het is ook ergens bij mij nu een soort van ongemak. Dat ik denk, als ik dat nu dus weer ga doen. Dan ben ik dus toch ergens, dat klinkt heel stom, bang voor wat mensen daarvan gaan vinden. Snap je? Want dan ben ik bang dat mensen zeggen... oh ja, hij uh, interviewt, hij presenteert... en nu opeens wil hij ook gaan acteren. Snap je? Dus dan is het omdat heel veel mensen... denk ik, niet weten dat ik van acteren kom... dat ik daarvoor op school heb gezeten... dat dat een, een achtergrond is die ik nee, heb. Je bent wereldberoemd geworden met wie je nu bent. <tus> ja, meer met met inderdaad met, met dit format en dus zo. Dat is waar de meeste mensen mij denk ik nu van kennen. En ik denk niet als ik aan mensen ga vragen... nou weet je nog Spangast, vier jaar geleden... Ik denk niet dat heel veel mensen dat hebben gezien. En als ik zeg die, die weet je die film nog, daar zat ik ook. in. ja, ik denk niet dat mensen dat nog. Maar is dat dan, was dat andersom niet zo dan? Nou, als je ik dit denk, bent gaan doen. Ik denk dat toen ik acteerde of zo, dat dan was je op, voelde dat was ik op, op dat moment ben je niet echt, was ik niet per se bekend. En, en, en ik stopte met spangen en dat vond omdat ik dat toen ook best wel intens vond, omdat ik echt van maandag tot vrijdag dat twee jaar lang deed en dan. Hmm. Was ik s'avonds om 8 uur thuis en dan moest ik s'avonds mijn tekst leren om de volgende ochtend om 7 uur er weer te zijn. Dus dat was ook even dat, en toen kwam de KRO en survey met, hey, wil je wat kinderprogramma's voor ons gaan maken en presenteren? En toen dacht ik opeens, nou, dat is eigenlijk een perfecte timing, want ik weet ook even niet of ik nu gelijk weer, ik moet even weer bedenken wat ik wil. Ik was ook heel jong, 21, ja, 20, 21 dus ik was ook nog een beetje een soort van zoekende van, oh ja, maar wat wordt dan nu mijn next step? En toen merkte ik met dat presenteren dat ik dacht, wow, dit is zo leuk. Uh, hier moeilijk meer van. Ik wil gaan interviewen hmm. en ik wil, dat, ik wil programma's gaan maken. En dat ontstond. En toen schoof dat acteren gewoon heel erg naar de achtergrond. Niet bewust, maar dat is gewoon. Dat herken jij misschien ook als op een gegeven moment je agenda gewoon gevuld is met een bepaald beroep of iets. Hmm. Dan uh, komen er ook je nieuwe aanvragen of dingen waar je dan voor gevraagd wordt, is ook allemaal in lijn met wat je op dat ja, moment vaak doet. Ja. Het is niet opeens dat nu mensen mij gaan vragen weer 1, 2, 3: van, Oh, wil je weer komen acteren? Ook zou, omdat... zou je het wel willen? Heel graag ja ja dat is mooi ik zou het heel leuk vinden om weer te gaan spelen ja maar dit is dit wel een soort van ik merk wel een soort van blokkade in mezelf dat als ik nu bij wijze van gebeld zou worden van hey wil je casting doen ik heb dat toevallig laatst sinds vier jaar voor het eerst weer een casting yeah. gehad dat vond ik echt dood en dood eng omdat ik dan binnenkom en dan denk ik dan zie ik ze zitten en dan denk ik oh ja zij denken natuurlijk nu oh ja die jongen die dat die YouTube-programma's maakt dat die wil opeens acteren dat ik vul dat dan natuurlijk allemaal in voor mezelf en misschien denken ze het ook wel echt maar dat voelt nee, dan anders heel... word je niet gevraagd nee maar het is maar dan denk ik ook ja het kan natuurlijk ook zijn dat ze gewoon denken oh ja gewoon commerciële film handig gooi hem me... ik weet het niet het is um, ik zou het heel graag willen en het is ook echt voor dit jaar een soort van focuspunt voor mezelf om te kijken oké okay, hoe kan ik mm -hmm. dat weer gaan oppakken um, maar ja, ik zie het wel. Je ziet het steeds vaker. Dat, dat mensen die het, juist uit het presenteren komen, of jij komt zelfs van acteren, maar juist vanuit daar gaan acteren. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Wat zou jou, um, hoe zou jouw perfecte carrière qua werk er, eruit zien? Wat, wat doe je het allerliefst? Want je zegt net ook, ik vind spelen heel leuk, maar televisie maken doe ik het liefst. Ja, ik vind, ik vind het bedenken van programma's heel erg leuk, wat ik nu ook doe. Um, hoe ziet dat er dan uit? Uh, gewoon je hoofd laten ratelen en brainstormen met mensen en ideeën met elkaar bouwen en kijken hoe ver kunnen we komen en, en wat... En, en dat zou ik dan ook heel leuk vinden om dat te presenteren. Ik zou vorig jaar, um, was ik gevraagd om de Halloween versie van uh, de Verraders te presenteren. En toen dacht ik, oh, en toen zat ik net op Curaçao om rustig te worden en het was dag 24. Dat, dat ging echt aan me voorbij. Toen dacht ik, ah nee, vraag, oh, en ik had zo gehoopt dat ze me nu wel weer zouden vragen. Misschien komt dat op mijn pad hoor. Ik vind presenteren gewoon heel erg leuk. Maar ik zou, ik, ik denk dan ook, ik heb precies hetzelfde als jij, omgekeerd. Oh ja, heb je de acteur die gaat presenteren. Ja. Maar eigenlijk maakt dat nu niet meer zoveel uit. Nee, dat is ook wel zo. Maar ik denk, dat de, als ik het voor jou kan schetsen, ik bedoel, jij hebt jezelf inmiddels wel echt dik dubbel en dwars bewezen. Dus ik denk dat mensen op dit moment al ga jij morgen bewijzen van. Uh, ga, ja, ik denk dat je met, op, op, op een bepaalde fase in je carrière, als je zo succesvol bent en bent geweest, in jouw geval, dan kom je denk ik ook wel met heel veel weg. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met een stukje schaamte voorbij, toch? Hmm. Om dat wel te doen en te durven. Voel jij die schaamte dan soms nog? Bij acteren bedoel je? Nee, bij, 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 als je bij, dingen buiten acteren ja, doet. Ja, 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 ja. Ik denk, maar kan dit wel? Zou, zou ik dit wel. Als ik, een, als ik nu een grote presentatie denk, zou doen of een programma zou presenteren, dan denk ik wel dat ik hem even goed doe. Dan word ik heel zenuwachtig. Oké. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. 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 Ben jij een vrouwenverslinder? Oh, ik dacht en dan komen er nu allemaal namen achter. Nee nee nee, 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 nee. Ben ik een vrouwverslinder? Dat het nadeel is als je, nee, laat ik eerst zeggen nee. Ik moet je wel zeggen dat ik ontzettend van vrouwen hou en ontzettend van seks hou en um... dus in die zin vrouwvers. Nee, maar niet een vrouwverslinder. Ik ben liever verliefd op iemand en echt bij diegene dan. Dat ik vrouwen verslim, maar dat, wordt, dat is wel moeilijk in, in, in ons werk. Uh, als jij gezien wordt met een, leuke, met een leuke iemand en ik word gezien met een. dan wordt dat meteen. je hebt niet eens de ruimte om elkaar te leren kennen. Um, dus in die zin wordt dat wel eens. merk ik, ik, ik hoorde laatst. Ik, ik lees dat soort bladen niet, maar. in de story stond, stond vier pagina's lang wie ik allemaal als vriendin had gehad. En dat kreeg ik gepost hier, mijn manager. Die zei: maar Het is best wel een lange lijst. Toen zei ik: Ja, maar drie kwart daarvan was een maand. Weet je, je leert elkaar pas een maand kennen. Je zit, ze zit achter op een scooter. Je hebt Edwin Smulders die drie foto's maakt. En het zit in Show en het zit in RTO Boulevard. En dan heb je een nieuw vriendinnetje. Terwijl we gingen voor de tweede keer uit eten. Ja. Nou, dus dat kan soms wel zo overkomen. Maar het valt best wel mee. Want ik heb in 35 jaar vijf vrouwen gehad waar, waar ik echt van heb gehouden. En waar ik ook lange relaties mee heb gehad. Ja, en als ik vrijgezel ben, dan kan ik er soms wel van genieten. Maar ik kan ook. Ik was de laatste twee maanden op Curaçao. alleen maar met mezelf. Heel erg leuke gesprekken met dames gehad, maar helemaal niet. Ik ben, nee, dan ben ik niet zo'n. vrouwenverslinder. Als ik vrienden van mij hoor, dan denk ik. oh. dan doe ik dat wel minder of zo. Ben jij wel iemand. Uh, 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 ben je van one-night stands? Nee. Nee, vind ik niet zo sexy. Ik vind versieren zo leuk. Dat merk je ook wel dat het een beetje onder wat ik nu sorry een zij stap. Maar de jeugd vindt dat heel erg lastig. Merk ik met al die socials en die hebben nog de neiging om ergens op een feestje te staan en dan te kijken wie dat meisje is en dan zo contact nog te leggen op het feestje zelf en dan naast elkaar te staan en dan niet weten hoe je elkaar aan moet kijken. Terwijl ik vind het leuk om zo zo in de verte dat meisje te zien en dan een soort Langzaam dichter bij elkaar te komen. En als je dan een, een, een keer een hand of, of een hand of een hebt, dat je echt. Denkt, dat vind ik zo leuk. Dat vind ik het mooist. En ik vind zoenen leuker dan, dan, dan seks vaak. Ben je, dat... je momenteel uh, verliefd? Nee. Nee. nee ik, had, ik heb wel een relatie gehad. Uh, afgelopen zeven maanden. Maar dat ging, dat ging op en neer, op en neer, op en neer. We deden elkaar. Vaak meer pijn dan liefde. Omdat we het allebei best wel moeilijk vonden of zo, op de een of andere manier. Qua vertrouwen. Maar ik mis, ik mis wel de arm. En het klinkt heel stom, want we hebben het net over mannen of vrouwen verslinden. Of, of het verslinden. Maar, maar, maar ik, ik mis wel een arm, of het gesprek, of de, de understanding van iemand die weet waar je vandaan komt. Of je soms kan opvangen. Ik bedoel, ik kom altijd alleen thuis. Dat is wel eenzaam ook. Dus ik kan dat wel missen, ja. Ik zou het wel willen. Maar dat moet je nooit zeggen, want dan gebeurt het niet. Nee, dat zeggen ze. <laughs> ja, dat zeggen ze. Hoe, hoe, um, hoe wil jij dan, of misschien doe je dat niet... Hoe ga je dan om met eenzaamheid? Dat is bij mij in mijn geval heel simpel. Ik heb een script op schoot. Dus ik vind, ik vind mijn partner in mijn karakter heel eenzaam, hè? Nee, niet. <laughs> Dat vind ik nog nee, vind ik niet eenzaam. Nee, vind ik helemaal niet per se eenzaam. Maar dus dan, op het, dus dan stort je je eigenlijk gewoon weer op werk. Ja. 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 Heb jij wel eens, misschien een hele privévraag, maar heb jij, heb jij wel eens, omdat je zegt van ik hou erg van de liefde, ik hou van seks, heb jij dan wel eens uh, een uitstapje gemaakt naar mannen? Ik heb wel eens. Ge niet niet gevreden met een man, maar wel gezoend. En, en ik heb wel gevoeld. Um, ik heb geen vrienden waarmee ik dat heb. Dat zijn echt, dat zijn echt vrienden. Maar ik, toen ik jonger was, heb ik, dat, heb ik wel eens een uitstapje gemaakt naar een man. Ja. Ik dacht, ik wil weten wat dat is. En is dat zo anders als een vrouw? Of, um, en ik, ik Dat is heel raar, maar ik schrok van. Um, de baardharen met het zoenen. Ik hou zo van zoenen. Dus ik, kan, ik, ik vond een, een man heel erg. een jongen, toen de tijd heel, heel, heel erg mooi jongen. En ik wist dat hij. dat hij homo was en dat hij ook wel met mij zou willen. En we hadden het heel erg leuk. En toen gingen we zoenen en toen schrok ik heel erg van. De baardharen. Stom is dat, hè? Dat je gewoon dacht, oh. Maar in een, in, op een verkeerde manier. Gewoon dat je dacht, oh, dit voelt. Ja, nee, dat is niet, dat is niet, dat is niet, dat is niet mijn ding we hebben ook nog geprobeerd te vrijen, maar dat is zo wel persoonlijk. Hè? <laughs> um, toen ik was heel jonger, uh, maar ik wilde, wel, ik wilde dat wel, een keer, maar, maar dat voelde ook niet, dat voelde niet goed. Je hebt altijd van die stelen toeren, heet, dus ze zeggen: nee, maar ik ben geen, nee, maar ik ben geen gay. Dan zeg ik, nou, je zou je zou eens moeten weten, je moet het een keer proberen, ja. dan weet je het pas. Ja, dat zeg ik ook altijd. <laughs> ja, 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 dus ik, ik weet wel dat ik het niet ben. Ja. Um, Mensen zeggen, ik heb ik heb ook best wel ik kan heel vrouwelijk bewegen en ik ben heel erg um, uh, want het werd was allemaal be-gay. Ik, ik zeg nee nee ik ben niet homo nee maar ik... nee ik heb nee ik, nee ik heb niet ik heb niet de behoefte om met een man een relatie te hebben of zo. Nee. nee, maar ik heb het wel geprobeerd omdat ik ook eerlijk naar mezelf wilde zijn en wilde weten ben ik nou hetero of ben ik nou homo. Ja. Soms moet je iets proberen om erachter te komen. Ja. Wat wel niet voor je past, toch? Ja. Hoe denk jij over drank en drugs? Ja. Hoe denk ik over drank en drugs? Ik uh, drink graag een drankje. En uh, dat vind ik heel gezellig en heel leuk. Ik denk dat. Uh, dat heb ik altijd al gehad. Dat ik van, ik vind een borrel met. Ja, dat klinkt, dat, dat klinkt een beetje stommig. Maar ja, ik vind een, een, als ik met vrienden ga afspreken. vind ik het toch net gezelliger als een fles wijn open gaat. dan dat we allemaal aan de thee zitten. Bij wijze van. Mm -hmm. Dus ja, drank vind ik leuk. drugs heb ik ook uh, zeker allemaal gedaan. Of allemaal, zeker gedaan. Uh, en ook op, ja, ik vind het. Ja, als ik naar een festival ga of zo. vind ik het heel leuk. Om een pilletje te gebruiken. Mm. Um, en dat is echt niet dat dat vijf, uh, tien keer per jaar gebeurt. Maar laat ik zeggen, als ik uh, zo twee, drie feestjes heb... en soms sta ik op een feestje en denk ik... nou, ik heb er nu niet zo'n zin in om een pil te gebruiken. Maar ik heb ook wel eens feestjes dat ik dat wel doe. En ik was daar altijd heel... Oh, oh, stiekem, stiekem, stiekem over. Mm. En toen dacht ik, ja, volgens mij... Um, ja, is dat ook prima? En het was meer dat ik op een gegeven moment... ...dacht, dan deed ik het stiekem en dan was ik er niet eerlijk over dat ik dat dan deed. En dan dacht ik alleen maar, uh, dan zag ik mensen kijken. En dan dacht ik alleen maar, kut. Als mensen maar, en dan zag je mensen filmen of foto's maken en dan had ik op zo'n feestje alleen maar stress. Omdat ik dacht, wat als dat dan straks morgen ja, op zo'n kanaal dat... staat of... ...dat ik daar dan heel spastisch mee omga. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, als ik gewoon één keer zeg, ja jongens... ...ik gebruik wel eens op een feestje, vind ik het wel eens leuk om twee, drie keer per jaar een pilletje mm -hmm. te gebruiken. Ja. Maar niet de angst om dan vol een camera in... Ja. Tuurlijk wel. Ja, ik ben nog steeds niet per se... Ik ben nog <tus> steeds dat mijn vrienden weten dat... Uh, ik heb bijvoorbeeld met ADE, heb ik dat denk ik voor het laatst gedaan vorig jaar oktober. En dan uh, was ik met vrienden. Ja, ik ben dan wel... Uh, ik ga niet naar een heel commercieel feest toe waar ik weet dat heel Nederland ja. komt en dat daar dan doen. Nee, dan kies ik wel een nee, moment uit ik van weet, oké, okay, het is een nou, dat is privé in crowd. In crowd. Uh, dan voel ik me meer op mijn gemak om dat te doen. Wat ik anders weet, dan ga ik de hele tijd zo. Uh, schichtig in me heen kijken. Ja. ja. En jij? Ik was er heel erg van. Heel erg. Maar ik kom wel. Ik vind borrel altijd gezellig, wat jij zegt. Ja. Ik vind het gezelliger met de papiertjes op. Um, maar ik ben van mijn achttiende tot mijn negentiende, en daar moet ik het eigenlijk niet over hebben, want dat blijft dan altijd maar weer terugkomen, maar gewoon, we hebben zo'n open gesprek. Van mijn achttiende tot mijn negentiende verslaafd geweest aan de cocaïne. Dat is inmiddels ook al, kom op, dertig jaar geleden. Um, Twee jaar lang? Een jaar lang. Een jaar lang. En daar ben ik mezelf zo verloren. Um, en dat, daar ben ik weer heel snel teruggekomen, via de Jelinek ben ik afgekikt. En... Um, en Daarna heb ik het nog wel eens gedaan, sporadisch, maar nooit mezelf een pakje in mijn hand. Of, of dat je. Weet je, het was meer: We hebben tien bier op, ik wil nog. Ik wil, ik wil nog wel vijf bier. En dat je dan een snuifje nam. Um, maar dat is best wel snel ervan afgegaan, dat vond ik. Het is ook geen leuke drugs. Um, maar het was meer het zoeken misschien nog naar waarom ik toen verslaafd was. geweest. daaraan. Mm -hmm. En ik heb wel pilletjes gedaan. Met, met, daar gingen we met vrienden, met Egbert Jan. Maar dat was dan. Uh, lowlands bijvoorbeeld dat is jij en dan presenteerde ik het Grolspodium. en uh, ja dat zal de eigenaar Erik uh, heb ik heel lang gedaan maar uh, dan, dan, dan was het ook in een vertrouwde omgeving dan was je backstage met vrienden uh, bij de kerk um, en dan uh, nam je een beetje MDMA af uh, maar ik ben ik moet je zeggen en dat is echt al ik denk echt tien twaalf 14 jaar geleden heb je al zo lang niks gebruikt? Ja. Je hebt twaalf jaar lang geen drugs en niks Totaal geen harddrugs. Ik, ben, ik heb een vriendje die, nog, die is blijven hangen in een pilletje ooit. Die zit nog steeds in, 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 in een gesticht met luciferhoutjes. In zijn, uh, en wij hadden allemaal dezelfde pil. En dat heeft me wel doen realiseren van wacht even. Kijk, nu heb je allemaal van die teststraten. En kan je ook echt je drugs laten mm -hmm. testen. En, uh, maar toen, dat heeft me wel wakker gemaakt. Ik dacht, wow, als ik die had gehad of hij was bij mij verkeerd gevallen... En ik heb, ik heb nogal een heftige metabolisme volgens mij. Mijn lichaam gaat verzoeken. Ik kan, ik kan drie slokken koffie sta ik ook wel helemaal zo. Um, en ik heb, ik heb liever controle over mezelf dan niet. En de laatste keer dat ik drugs heb gedaan, uh, was voor een toneelstuk. Samen met Zo'n Vogel en met Egbert-Jan Weber spuiten en slikken heette dat. En naar het programma spuiten en slikken. En toen wilden wij we allemaal wel een keer de ervaring hebben van DMT, dat is de ayahuasca, maar dan de chemische vorm. He, dat is een soort, ge Indianen gebruiken dat als overvlucht. Mm -hmm. Om te zien dat je, dat je volwassen wordt en dat je een soort overvlucht van je leven krijgt. Um, maar Egbert Jan die dacht: Tycho heeft in zijn verleden best wel veel drugs gebruikt. Dus die, die gaf me een dubbele dosis. En ik ben echt een half jaar in het zwart geweest in mijn hoofd. En toen kwam ik eruit en toen heb ik echt. Dat was een gevecht. En ik heb. Dat is, dat, dat, ik weet niet hoe lang dat het geleden is. acht jaar geleden. Dus dat is acht jaar geleden de laatste keer dat ik dan drugs heb gedaan. Ja. Het is wel, volgens mij bij jou, heb ik het idee. dat het wel een soort van stigma. of een beeld is om jou heen. Dat mensen wel. dat dat, dat drugs. dat dat er wel een soort van. waar wat jij misschien ook. dat kwam door mijn eigen reactie net ook. dat ik zei. Huh? ben je dan al zo lang in ja, geraakt omdat ja. het een, misschien een beeld is wat mensen dan wel hebben. Nee, want je doet jezelf heel veel aan hè, <coughs> je lichaam, mm -hmm. um, en ik, ik ben bijna altijd aan het werk, gelukkig, ja. klop ik even af, ja. ik ongeschuldigd hout, ja, niet ongeschuldigd, maar het is hout, nee ja, wel ongeschuldig, heel mooi, uh, 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 nee maar het doet me te veel, als ik dat doe, dat weet ik van mezelf dat ik drie dagen daarna ook nog in een soort hele zware modus zit. Um, en ik vind mijn werk veel belangrijker en veel mooier. En ik hou ja. zoveel meer haines en, 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 en dorfine uit mijn lijf. En, en, en wat ik je zeg: ik ben verslaafd aan spelen. En dat is echt mijn grootste verslaving. Niet dat dat goed is. Um, Zie je dat dan als iets negatiefs? Nou, ik, ik denk niet. Dat, dat heeft gemaakt dat ik ook heel veel aan voor dingen voorbij ben gegaan. Maar ik vind dat meer waard dan een avondje snuiven en dan de volgende dag toch nog aan het werk gaan. Of te weten dat ik een week vrij ben, uh, ga snuiven of een pil nemen. En pillen durf ik gewoon niet meer. En MDMA en dat soort dingen vind ik gewoon eng. Um, dat ik dan drie, vier dagen in de war daarvan ben. Ik zorg heel goed voor mijn lijf. Juist sinds die tijd, sinds die dertig jaar geleden, ik dacht van ja, maar dat moet je niet meer doen. Toen was ik een... Ik, ik, ik weeg nu uh, rond de 82 kilo. Ik woog toen, ik denk, 67 kilo. Ik keek, ik zag mezelf in de reflectie van een raam en ik zag echt een lijk staan. Dat was de eerste keer dat ik mezelf aankeek na een jaar verslaving. Toen ben ik meteen naar mijn moeder gegaan, s'nachts. En aangebeld, zeg ze, mama, ik ben verslaafd, ik ben verslaafd. Ze zei, dat wist ik, maar dat moet je zelf erkennen en dan kan ik je helpen. Wel en... sterk op zo'n jonge leeftijd. Ja, maar waarschijnlijk ook omdat ik al wist wat spelen met me deed. En ik, was toen, ik zat toen in een twijfelmoment in mijn leven. Ik werkte in een koffieshop en mijn moeder wilde dat ik studeerde, maar ik had al heel veel werk als acteur. Ik had al heel veel geld op de bank staan, uh, wat mijn moeder voor me had gespaard, van al mijn werk wat ik had gedaan, van opera's, van series. Van... Dus ook dat wetende wist ik al toen al van ja, nee, het, het brengt me niet meer zoveel. En ik vind het prima als mensen dat ik kom ook wel eens op een feestje kom, dat, dat mensen dat doen. Maar dan weet ik dat zij dat doen. En dan vind ik het heerlijk om daar champagne bij te drinken. Die bubbeltjes doe je ook een beetje zo in de nee. highness, En dan ben je ook daar. Dan hoef ik voor mij niet, hoef ik niet. Nee. En, en wat vooral wat, wat bij mij heel erg, het stigma wat daarbij hoort, is dat, en wat jij zelf net ook benoemt, dat stiekem wil je nooit voelen. Want je wil vrij bewegen dan ja. juist. Ik kan me nog wel voorstellen dat ik ergens een keer op Burning Man, als ik daar nog een keer naartoe zou gaan. Uh, ...dat nog wel een keer doe en dan alleen maar helemaal vrij, in de vrijheid kan dansen en je helemaal vrij kan voelen. Maar het, het stiekeme, wat er ook aan vasthangt, dat, 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 dat geeft me altijd een heel naar gevoel. Ja, ja. En, 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 en voorbeeld, de, de voorbeeldfunctie die je hebt, dat klinkt heel stom, maar die hebben we wel. Als ik zo op loop en ik kom een paar jongeren tegen ja dan zijn mijn documentaires die ik maak ook niet echt meer geloofwaardig over GHB en over drugsgebruik en over dan denk ik dan moet je daar wel ook op een ja, ja ik zie toch dat we een stukje voorbeeldfunctie ook al vind ik ja. dat soms onzin ik mag ook zijn wie ik ben maar dan wel in een veilige omgeving doe het dan op een boerderij met vrienden ja exact maar ik denk jij ja, ook niet zo over straat je nee, naar nee, nee, huis loopt nee nee dan pak je nee, ik ben taxi in een zorg. <laughs> ja <laughs> Ja, ja. Dus in die zin vind ik dat ook. Maar nee, nee, het brengt me gewoon veel minder dan wat, wat, het me allemaal, wat, wat ik nu allemaal op mijn pad heb: Mooi. met een borreltje af en toe. Ja. Zal ik het laatste ja. kaartje opgooien? Oeh. Je gaat richting de 50. Hoe kijk je aan tegen ouder worden en wat wil je allemaal nog doen en bereiken? Ja, ik woon volgende week 38. Um, dus, uh, nee, voor mijn manager mag ik niet over mijn leeftijd praten. Nee, grapje. Ik vond 30 zo moeilijk. Ehm. Um, ik zeg nu al vier jaar, ik ben bijna 50. Ben je, bang voor, ben je bang om ouder te worden? Nee. Nee. Wat ik zei, 30 vond ik moeilijk, maar 50, nee. Nee, nu neem ik het eigenlijk elke dag. Denk ik, ik ben er nog en we kunnen nog en we gaan. En er zijn nog zoveel dingen te doen in het leven. Ik heb nu een heel veel aantal leuke projecten op, 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 uh, op stal staan, als je het zo moet zeggen. Waar ik wel nog wekelijks over praat nu, en ik ga nu even een tijdje vrij zijn, maar dat zijn we aan het bouwen voor eind dit jaar. En er zitten ook hele leuke presentatie dingen, dingen tussen, um, eigen documentaires maken. Um, nee. Nee, nee, nee. Ik vind het niet erg om oud te worden. Maar dat is ook niet omdat ik le leef met mezelf op televisie... maar gewoon leef met mezelf als Tycho. Yeah. Wat ik maak, maak ik. En dan kijken mensen naar. Dat is prima. En da daar maak ik het ook voor. Voor die mensen, niet voor mezelf. En ouder worden vind ik alleen maar mooi. En, en één ding wat mijn moeder me nu wel meegeeft is Tycho. En dat is ook weer een reden van Tycho, Doe wat rustiger aan. Straks staat er he, op je graf... Hij heeft heel hard gewerkt. Is dat wat je wil? Ben je... Uh, yeah. Ben jij bang voor de dood? Nee. Nooit geweest? Jawel, ik heb één keer in mijn leven meegemaakt dat ik zo depressief was dat ik boven... Ik was aan het draaien bovenop een gebouw, gerikt heet dat, met een touw om je heen, wat ze later dan wegpoetsen in de film. En ik voelde me op dat moment echt heel erg slecht, ik zat er heel zwaar doorheen. Dat gun je niemand, een depressie, want het is echt zwaar. Ik heb nog nooit iets zwaarders meegemaakt, dat gun je echt je ergste vijand niet. En toen was ik één keer bang voor de dood, want ik liep naar de rand toe en toen dacht ik wat nou als ik hem gewoon los klik. Als ik gewoon ga, dan is daar de rust. En toen was meteen de volgende gedachte, nee, 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 nee. Want er is daar geen rust, er is nee, meer. nee, nee, wat je ook denkt en wat er ook in het nee, nee, is. Maar het leven is gewoon heel bijzonder om er te zijn. En dat heeft me ook heel erg geholpen op nee, nee, Dat nee, nee, de enige keer dat ik echt bang was voor de dood. Hoe oud was Zes jaar geleden, vijf jaar geleden. En toen zat je in een zware depressie? Ja, toen zag ik het licht niet meer schijnen. Nee, nee. Zes jaar geleden is dat. En, 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 en hoe lang geleden ben je daar dan uitgekomen? Het heeft een jaar geduurd, anderhalf jaar. En wat zorgde er op dat moment voor. Ik, ik weet het niet, hè? ik heb het zelf nooit ervaren. Maar wat was voor jou op dat moment. Hoe kom je dan in? Hoe kwam je zo. In Zo'n diepe ja, depressie. Dat is, je hebt een main road in het leven, als ik het zo mag zeggen, zo'n weg en die hebben allemaal zijpaadjes. En die, dat kunnen hele mooie zijpaadjes zijn. En op een gegeven moment vervulde zich dat met negativiteit. Er gebeurde te veel om me heen. Ik was overwerkt, um, misschien al drie, vier burn-outs verder. Um, maar ja, wij in ons vak, en dat is echt in dit vak, is het. Rennen, rennen, rennen doorgaan. En burn-out, ja, maakt niet uit. Je moet gewoon, ik ging met 42 graden koorts, moet je gewoon het toneel opdoen. Griep ik erin en op, toneels, het theater zit vol. Dus er is nooit stoppen bij. En dat gevoel ook, en dat heeft me denk ik, dat ik maar moest, 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 moest. En niet dingen maakte waar ik op dat moment per se heel erg gelukkig van werd, maar wel maakte. Uh, en te veel om me heen, privé, dat. dat Kwamen ineens zo allemaal bij elkaar en dan is er een dag dat je opstaat dat er geen licht meer schijnt. Dat is, dat is heel bijzonder, heel, heel bizar, heel, heel raar, heel naar. Komt het dan dat je dingen hebt opgekropt? Ja, denk het wel. Er, er waren ook dingen die ik te veel had meegenomen, maar ook de dingen in het moment, juist in het moment zelf, en het, en het niet meer vooruit kunnen kijken? En dat was eigenlijk het enige moment dat ik, dat ik op dat dak stond en besefte van ik ben. Dat ik hem los wilde klikken, en toen was ik voor de eerste keer bang voor de dood. Toen dacht ik: maar Ik wil helemaal niet. We hebben maar één leven. Dus ik, die vraag die je stelt: er zijn nog zoveel dingen te doen. Uh, ik werd laatst gevraagd en voor een film die ik helaas niet kan doen, dat ik nu echt even vrij moet nemen tussen die drukke periode in. Um, en dat was weer een hele andere rol uh, waar we het net over hadden: juist in plaats van die, die schietende man en die, die met zwaarden en iedereen aan het slasje is. Uh, maar dat ging over juist een oudere, wijzere man die, die zijn dochter de goede kant op kon helpen. Um. Dus nee, er zijn nog zoveel dingen te doen en zoveel dingen nog te maken. En, dingen... en als ik stop met maken of, 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 of dat gaat een andere kant op, dan blijf ik wel, denk ik, creëren. En, en, en ik zou heel graag presenteren misschien. Of, of dingen blijven bedenken. Ik heb zo'n hoofd dat overloopt met met ideeën en leuke dingen en 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 programma's en um, nee ik vind het niet erger om, om of niet erg om oud te worden nee. Nee. als maar, je als je als ik je zo hoor vertellen ook over die periode van een aantal jaar geleden nu vandaag de dag ben je vandaag de dag gelukkig ja maar ik wil nog wel twee keer zo hard gaan in mijn geluk. Waar zit je dan op een schaal van 0 naar 100? Dan zit ik op 60, 70 nu, vind ik. En ik vind dat ik eigenlijk wel op 90 moet gaan leven, sowieso minimaal. Wat ik heel goed kan. Weet je ook. Oh nee. Nee, sorry. Nee, nee, maar ook wetende dat 100 niet is wat het is. Dat, dat, dat kan niet. En geluk zijn momenten. Dat is die mensen die zeggen: ik wil gelukkig zijn. Ja, get a life because it's never gonna happen. Ja. Dat zijn echt de kleinste momenten. Dat kan een, een zonnestraal door de bladeren zijn en de zonsopgang en een lief woord van een hele goede vriend of vriendin of een tekst die je hoort of iets wat je leest of Dus ik zou wel. Ik, het ideale zou denk ik 85 zijn. En dan met uitspattingen naar 90 in geluk. En ik zit nu op 70. En weet je. 65. En, en als je dat zo, dat getal noemt, weet je dan wat die dingen ook zijn om daar te komen? Ja, ja, dat is waar, waar we het over hebben. Dat vind ik ook heel. Dat is ook een soort sessie zit voor mij. <lacht> <lacht> wat kost je per uur eigenlijk? <laughs> ja, voor jou gratis. <laughs> ah shit, ik denk dat mijn, mijn psyche iets goedkoper is. Maar ik denk, ik, ik denk dat ik. Dat ik dat wat ik nu aanga en waar ik nu voor opensta en meer voor de liefde durf te gaan. En, durf te gaan, maar in mijn hele leven met mijn vrienden, met mijn familie, met, um, met elkaar sms'en elke dag. Met mijn mama, wat ik nooit deed en, wat ik, en die zie ik nu één keer in de week en die zag ik één keer in de zoveel maanden. Ik heb zelfs een keer in een jaar niet gezien dat je denkt sorry. Um, dat ik daarmee richting die 80, 85 procent kan komen. Kan ik hieruit concluderen dat je ook een beetje de, op dit moment, hoe je het nu voelt, een beetje de fun bent kwijtgeraakt erin? Ja. In het spelen? Ja, ik was, ik was het heel even kwijt. Ik ben het nu alweer, ik heb het best wel teruggevonden alweer. Een beetje omdat ik het nu alweer zie. Omdat je weet dat je ook nu misschien rust hebt even? Ja. En dat, ik was altijd bezig met, ik had een, en dan mag ik echt van een geluk spreken hoor in mijn werk. Uh, maar altijd bezig met het volgende script al. Of met het volgende project of met het volgende. En ik wilde heel even gewoon even niks. Nee. Gewoon echt even het gevoel van niks. Dat als ik zo op vakantie ga dat ik niet de laatste week met een script op schoot zit, om alweer de dag dat, dat, dat ik na dat ik aankom, alweer meteen een set op rennen. Nee. Ik wil heel even, gewoon nu heb ik het nodig om lekker mijn brein te laten gaan en dingen te ontwikkelen en met mensen te praten over leuke dingen en die we willen maken. En daartussendoor even op vakantie te gaan. Want ik heb het zo druk hiervoor gehad. En zoals het er nu uitziet, komen er ook alweer heel veel dingen aan uh, dat ik denk dat ik daar heel veel al weer een stuk geluk in heb teruggevonden en Mooi. al vanaf de 65, terwijl we dit gesprek aan het voeren zijn, al richting de 70 aan het gaan. Omdat ik dit nu ook van jou hoor, denk ik, ja, maar dat, dat is precies wat ik nu wil, ja, wat ik wil doen en waar, waar ik voor ga nu. Mooi. Mijnzelf een stukje terugvinden en me dan weer helemaal kunnen geven. Mooi. Ik heb nog één slotvraag. Ja. We hadden het er aan het begin van het interview al eventjes over. Dat je zei dat je. Um, uh, dat je toch soms merkte dat je die, die kinderwens wel had gehad. Mm -hmm. Is dat iets wat je voor de toekomst nog zou willen? Papa worden? En kind, nee, kinderwens, nee. Nee. Nee, en ik wil, ook niet, ik wil ook niet. En dat vond ik best wel erg toen ik voor op groep school zat. Dat dan papa kwam ophalen en, en dat er twee, twee jongetjes riepen: Hé, je opa, je opa. Ik dacht: En ik ben een hele ja. jonge man hoor. En, ik, dat we, en ik, kan er, ik ben ook een spring in het veld. En ik, echt, ik zou, mijn moeder zei zou vanaf mijn zestiende. die gewoon naar heel snel fahren. Je bent zo'n leuke vader. Um, maar mijn broer heeft twee kinderen. Toen dacht ik al: nou, De naam Gerland wordt voorgezet. Die naam die is, er, die is er niet. Dus toen dacht ik: Nou, dat is tof. En ik ben zo opgegaan in mijn werk. Uh, en het nooit hebben kunnen combineren in mijn hoofd met mijn werk. En nu denk ik, ja, nou ja 50 bijna en dan een kind. Terwijl uh, een, een, een goede vriend van mij, Dikkie, een acteur, die zei. Uh, ik kreeg op mijn 55ste een kind en toen besefte ik pas echt: Jezus, kijk nou, ik heb een kind. Dus het is ook iets heel moois. Mm -hmm. En wie weet, want we hadden het over liefde en we hebben het nu over kind. Maar wie weet komt de liefde van mijn leven tegen en wil ik er nog wel drie. Dat is een mooi einde. Ja. Ik wil je echt, uh, ik wil allereerst tegen je zeggen uh, dat ik het he heel erg kan waarderen dat je zo open was. Dankjewel. Um, dat vond ik heel fijn. Ik vond het heel leuk dat ik je beter heb leren kennen vandaag. Ik ook, ja. Om meer over je te weten te komen. En uh, ik zou alleen maar zeggen, doe rustig aan, pas op uh -uh. jezelf. Ga ik doen. Maar dat doe je nu. Volgens mij heb je die keuze ja. goed gemaakt. Ja. Um, ja, ik vind je een heel mooi en fijn mens. Dus um, dank je wel voor, voor je tijd en voor dit gesprek. Dank je wel. En ik kende je al stiekem wat langer omdat ik naar je had kunnen kijken. Maar ik vind je echt een heel fijn mens. Laten we nou snel een keer een drankje doen. Vind ik heel leuk. Gaan we doen. Ja, Fijn. Deal. Dank je wel. Love you.